Dag allemaal, hier tekst 37 uit het boek Gaide over Sisyphos en dan niet over de straf die hij kreeg in de onderwereld, hè, dat hij de steen op de berg op moest rollen, dat hij weer terugrolde, et cetera. Maar dan hoe dat allemaal zo gekomen is. Gaan we lezen. Eb ergo meno tu tanatu ho Sisyphos tes mus carterus pros efferent lego. Hier hebben we de genitiefs absolutus, bestaande uit de genitiefs van het participium presens, medium, en een andere genitiefs. Vertaling dus met terwijl, want het is presens. Dus terwijl, en dan neem dit woord, de dood, en dan heb ergomeno van heb ergomai dichterbij kwam en naderen, of zoiets dergelijks. Dus terwijl de dood dichterbij komt, of dichterbij kwam, dat laten we even afhangen van het hoofdwerkwoord van de zin, dat is hier, en dat is een imperfect, en dat zie je hier aan de epsilon, en het feit dat de stam niet veranderd is, en ook geen sigma erbij is, dus dan kunnen we dit in ieder geval vertalen met kwam. Dus terwijl de dood dichterbij kwam, of toen de dood dichterbij kwam, weet je, kan je ook wel doen eventueel, haalde Sisyphos, sterke boeien, accusatieve leidend voorwerp dus, tevoorschijn, prosferos, tevoorschijn halen, legon, letterlijk zeggende, het is gewoon een participium presens, dus terwijl hij zei, mag ook. Komt er een dubbele punt hier zo. En dan aanstekens. Hodogos sideros, kaiper carteros on, ugikanos estai kategen se krateston onta. Dit ijzer, hode is dit, of deze, hier dit. En dan had ik hier een kommaatje lezen. Hoewel het sterk is, dit is eigenlijk weer een participium van eimi, dus zijnde zou je verwachten. Dat mag je dus vertalen met een terwijlzinnetje bijvoorbeeld, hè, terwijl hij is. Maar als je hier kaiper ziet staan, dan weet je, oh, je moet sowieso hoewel doen in dat soort zinnetjes. Dus hoewel het sterk is, maak je er dan van. Nou, dat is geen Nederlands, hè, als je zegt hoewel zijnde, dat is geen combi. Dus dan moet je dit sowieso vertalen als het is. Hoewel het sterk is, dan gaat er een futurum komen. Zal niet sterk genoeg of passend of geschikt zijn. En dan kat eigen se, en dat kat eigen is hier een gewone infinitivus van presens. Dat betekent dus om te, en dan iets, in ieder geval om in bedwang te houden. En se als leidend voorwerp daarbij. Is geen ASI, want dan zou die jij se iets moeten doen, maar hier is het leidend voorwerp gewoon erbij. Dus om jou in bedwang te houden. Krateston onta, en onta is ook een participium, hetzelfde als on, zijnde, maar dan in de accusativus. Dus letterlijk. Zeer sterk zijnde of heel sterk zijnde. Nou, kan je een terwijlzin van maken, terwijl jij heel sterk bent. Het is, let op, het is de accusatief is het congrueert met C. Dus dan weet je dat je er een jij-zinnetje van moet maken. Terwijl jij heel sterk bent, en dan, dat is niet zo logisch. Dan kunnen we van het terwijl weer veranderen in de laatste instantie in omdat. Dus dit ijzer, hoewel het sterk is, zal niet in staat zijn bijvoorbeeld om jou te in bedwang te houden, omdat jij heel sterk bent. Let op, de dood, heeft met een hoofdletter tet aangeschreven hier zo, tanatu, is dus een persoon. Even, dus het is magerijn, zeg maar. Een soort gedaante heeft hij van een mens. Oké. To de teu afronos ontos kai agan gairontos te kolakei toi susu foi ex en peribalein toi somatitu toitu tanatu tus desmus. Hier beginnen we weer met de genitivus absolutus. Heb ik met die gekke streepjes even weergegeven. Want je hebt namelijk een zelfs een naamwoord in het geval in de genitivus. Dan een participium in de genitivus. En dan nog een bijvoeglijk naamwoord erbij. En hier heb je dan weer een tweede participium in de genitivus. Een soort dubbele genitivus absolutus. Mag je dus vertalen met een zinnetje. Hier weer met terwijl. Om mee te beginnen, want het is presens tenslotte. Dus terwijl de god een afronos van afroon, dus dom. Terwijl de god dom is. Of misschien beter was, want dit is weer een imperfectum. Hetzelfde verhaal als hierboven, dus toen hier ook was. Terwijl de god dom was en heel erg, hè, agan, gairontos, heel blij was. Heel erg blij was, gairo. Tei kolakei zegt dan iets over waarom die dan zo blij was. Dat is het geslijm, met de vleierij. Dus door de vleierij, door het geslijm, of met het geslijm. Van Sisyphos wordt ermee bedoeld, maar dit is niet van Sisyphos. Toi is inderdaad, dus het is een het volgende stukje zin, komt dan zo meteen pas. Dus omdat, zou ik misschien wel vertalen, komt zo meteen wel blijken dat het heel logisch is. Omdat de god dom was en heel blij was met dat geslijm. Xn, imperfectum van ex esti. Niet is het mogelijk, maar was het mogelijk of was het toegestaan, kan je ook zeggen. En dan hier dus die datius aan Sisyphos hier zo. En dan weer een infinitivus, was het mogelijk om te... Nou, periballo is ergens overheen gooien. Hier
stam bal met dubbel lambda is een 1 lambda van, dus het is aorlistisch, maar maakt voor de vertaling niet uit, want het is infinitivus. Dus om ergens overheen te gooien, nou wat, dus om waar overheen te gooien, zijn de dativus, die krijgen we eerst. Om dus om het lichaam, toi somati, toi, en dan genitivus daarbij, van de dood. Dit toi hier is alleen maar een soort lijm, het is niet, hoef je niet te vertalen, het is een extra lidwoord. Dus om het lichaam van de dood heen te gooien. Wat dan te gooien? Nou, dat is accusatief natuurlijk, leidend voorwerp, tus desmus. Die boeien die staan hier ook. Hè? Om die boeien om het lichaam van de dood heen te gooien. Nou, lichaam, armen, zoiets. Het is niet helemaal duidelijk wat voor boeien het nou zijn. Handboeien, voetboeien, nekboeien, geen idee. Dus de dood zei we, nou, ik wil even testen. Domme actie inderdaad, maar goed, hij is ook niet opgeleid om snugger te zijn, deze dood, zullen we zeggen. O de theos, hoios te oek en ek fugijn. En de god, of maar de god, oek niet, en hoios te eimi, hier in het imperfectum, betekent in staat zijn, hè? Dus die combinatie. Dus was niet in staat, of gewoon kon niet, ek fugijn. Ein is uitgang van infinitivus, en fu komt, is de aoristische stam van fugo, vluchten, hier ek fugo, wegvluchten, ontsnappen, hier dus gewoon om te ontsnappen. Of niet in staat om te ontsnappen. Heos ho Ares dios keleontos elus en auton. Totdat Ares dios keleontos, dat is een genitief absolutus tussendoor, kun je vertalen met he, terwijl, want het is participe in presens, terwijl Zeus het beval. Waarom doe ik beval en niet beveeld? Omdat hier weer imperfectum staat. Sorry, aoristus staat. He, want dan zie je aan de sigma en het argument. Sigma is aoristus. Totdat Ares, omdat Zeus het beval, auton hem losmaakte. Bevrijden. Dus kan ook, weet je wat vrije vertalen is, een genitief absolutus, bijvoorbeeld met op bevel van Zeus. Het geeft tenslotte exact hetzelfde weer. Hè? Dat reken ik altijd goed als je zo'n uitdrukking weet te verzinnen, wat precies dan die genitief absolutus mooi weergeeft. Totdat Ares op bevel van Zeus hem bevrijde en hem opdroeg, epitrepsen, komt van epitrepo, die pi van trepo is van het in de psi, omdat deze sigma hier zo van de aoristus ook hier achter komt, krijg je pi plus sigma wordt een psi. De epsilon hier zo is de augment, want het is niet epi meer geworden, maar epe. Dus die augment komt in de plaats van de laatste letter van het voorvoegseltje. Epitrepo opdragen, dus en hem opdroeg, dus de tot dat zin van Ares, hè, die loopt nog even door, totdat Ares hem bevrijdde en hem opdroeg, hem, staat hier, autoi, datus, aan hem, om, komt er een infinitivus, Sisyphos te katagijn, weg te leiden, naar beneden te leiden. Sorry, katagagijn, zie je de stam ag is verdubbeld tot agag, dat betekent dat het infinitivus aoristus is. Maar, infinitivus aoristus is. Maar dat maakt voor de vertaling weer niet uit. Slimmer bedoeld om laten zien, let op, het is een eenmalige gebeurtenis, het is geen toestand. Je moet niet in een toestand geraken dat je hem naar beneden leidt of zo. Nee, je moet hem nu even bam naar beneden brengen. Dus om Sisyphos naar beneden te brengen, weg te brengen, ijs Haidu naar de Hades. Hier is iets geks aan de hand, dat heb ik in de les niet besproken, want dat vond ik niet zo belangrijk. Haidu is een genitief, dus normaal gesproken heeft ijs altijd accusus bij zich, maar dat moet je dan ook lezen eigenlijk. Ijs Oikian Haidu, naar het huis Oikian Haidu van Hades, van de god Hades. Maar dat wordt altijd afgekort tot gewoon Haidu in genitivus, maar dan is dat, zeggen wij, de Hades. Dus dat is een beetje een uitzonderingetje. Oké, waarom wordt Ares nou gestuurd? Ares zijn de oorlogsgod, die wil natuurlijk dat er weer lekker veel mensen doodgaan, want dat is zijn baan, zeg maar. Mensen zorgen dat mensen elkaar over de kling jagen. En als dat in de oorlog niet meer lukt, omdat de dood het niet meer doet, en de dood zelf is weg, ja, dan is dat vervelend voor Ares. En ook voor Zeus, want Zeus bepaalt, bewaart gewoon de natuurlijke orde van dingen, dat hoort bij dat mensen helemaal doodgaan. Oké, dat gebeurt. En dan. Kai totte hos Sisyphos udamos eikse tois to natanaton bulaimasin. Maar ook toen, kai totte, zo kan je best vertalen, niet en, want anders is wel zijn wat de gebruikt, maar ook toen eikse, betekent zwichte, dat betekent iets als gaf toe. Dus zwichte Sisyphos udamos helemaal niet, of gaf Sisyphos helemaal niet toe, waaraan, of waar zwichte hij dan niet voor. Dat is de dativus. Tois bulang masin. Dus sin is de dativus meervoud uitgang. En denk aan os, i, a, s, o, sin, as. En dat is de dativus meervoud uitgang van de derde groep. Dus voor de plannen. Ton atanaton. Van de onsterfelijken.
de goden dus, namelijk Zeus en Ares en Thanatos enzovoort. Sisyphus, die wil nog steeds niet aan meewerken, dus naar de Hades te gaan. Maar al epeise meropen ten gunaika me tapsai auton. Maar hij overtuigde epeise van peitol, de epsilon is van het argument en de sigma van de aorisis, en die vervangt dan de theta hier zo, die theta valt weg. Dus hij overtuigde merope ten gunaika, zijn vrouw, me tapsai auton. Tapsai is een infinitivus, zoals je kunt zien, van het werkwoord tapto. Tapto, met pi, tau achter elkaar. Die tau valt weg doordat de sigma erachter komt van de aorisis. En de pi en de sigma samen worden weer een psi. En betekent begraven. Dus overtuigde zijn vrouw Merope om te begraven. Me, niet, om niet te begraven. Auton, hem. Net als we eerder ook al auton zagen. Hier zo, was ook hem. Om hem niet te begraven. Oké. Okay. Waarom is dat leuk om niet begraven te worden? Dat is eigenlijk helemaal niet fijn. Nou, als je niet begraven wordt, kan je ziel niet de onderwereld in. En dan moet je eigenlijk eeuwig blijven ronddolen, dachten de Grieken. Maar hij had er een list voor bedacht. Hoste dunatos egeneto, he kontos tu haidu, epanel tein eis korinton, hos kolasai bulomenos ten gunaika. Hoste, daardoor, of zodoende, egeneto, gewoon ouders van Gignomai, worden in deze context. Dus werd hij, en Dunatos was iets als in staat. Werd hij in staat, je kan ook eventueel zeggen, was hij in staat, of kon hij, nog simpeler. Hij komt dus toe haidu, weer een genitief absolutus, maar nu met een beetje een bijzondere geval, want het is nu niet zoals hier keileuontos, gairontos, ontos, of epergomenu, een participium, maar het is hekontos. En hekontos is een vormpje van het woordje hekon. Dat betekent dat je iets als vrijwillig. Maar ja, hier is dat dus ook in als zijnde een soort van participium gebruikt. Hè? Denk aan bijvoorbeeld, ja, vrijwillig is iets als willend of zo, hè? Terwijl je het wil. Dus hekontos tu haidu zou je dan kunnen vertalen terwijl Hades het wilde. Wij zouden dat weer, net zoals met hier zo, met een soort vrije vertaling kunnen vertalen, bijvoorbeeld met goedkeuring van Hades. Hè. Hades was daar oké mee. Dus met goedkeuring van Hades. Dus zo werd hij in staat, zo kon hij met goedkeuring van Hades, epaneltein, aoristus van epanergomai, terugkeren. En dan daar weer infinitiefs van. Dus kon hij terugkeren, eis Korinthon, naar Korinthe. Hos kolasai boulomenos. Let op, boulomenos is van het werkwoord boulomai, willen. Hier een participium, dus willend. En dan hos, in combinatie met zo'n participium, hè, dat we een keertje geleerd, dat betekent omdat, maar dan eigenlijk zogenaamd omdat. Of, ja, een beetje een soort van subjectief omdat. Maar hier is het heel mooi om te vertalen met zogenaamd omdat hij wilde. Maak je dus wel een hij-vorm van hier. Hè? Dus zogenaamd omdat hij wilde, kolasai. Infinitiefs van het werkwoord kolazo in de aoristes, straffen ten gunaika, zogenaamd omdat hij zijn vrouw wilde straffen. Hij wilde zogenaamd terug naar boven om te zeggen, joh, vrouw, wat, dan heb je me niet begraven, je moet me begraven, anders kan ik de onderwereld niet in. Maar dat was natuurlijk zogenaamd, want hij had zelf tegen zijn vrouw gezegd dat ze hem niet mocht begraven. Helemaal met dit plan in zijn hoofd, van dan ga ik vragen aan de dood van Hades of ik terug mag om zogenaamd mijn vrouw te straffen, maar als ik dan helemaal boven ben, wat ga ik dan doen? Dan ga ik natuurlijk nooit meer terugkeren naar de onderwereld, want dat wil ik helemaal niet. En dat staat hier in de laatste zin ook staat. Epaitade uk eti eis haidu paregeneto. Ab etane de en korintoi geron ede on. Vervolgens echter, of maar vervolgens, de paregeneto, paragignoma is verschijnen bij, of iets dergelijks, of terechtkomen in, of aanwezig zijn in, of iets dergelijks. Nou ja, laten we zeggen, verschijnen is misschien wel mooi. Dus verscheen hij. Ja, in indicatieve aoristus van Gignomai, verscheen hij, hoe heet hij, niet meer, ijs haidu. In de, ja, en weer die gekke combinatie, ijs haidu in het huis van Hades, oftewel in de Hades. Verscheen hij niet meer, kwam hij niet meer terug in de Hades, kwam hij niet meer in de Hades. Nou, kan je allerlei dingen vertalen. Maar, ab etane, van de aoristus van apotneisko. Tneisk is veranderd in tan. Dan weet je dat het thematisch ouders is. En die epsilon hier zo is het argument. Want apo, een voorvoegseltje. En dan komt het argument daar aan het einde daarvan. Stierf hij, maar hij stierf. In Korinthe. Geron, een oude man. Ede, al, oon.
zijnde, zagen we hier ook. Dus al een oude man zijnde. Of terwijl hij al een oude man was, of gewoon toen hij al een oude man was. Nou, slim gedaan hoor, Sisyphos. Hartstikke goed. Alleen ja, wat staat je dan te wachten? Een eeuwigdurende straf. Namelijk, als je eenmaal gestorven bent, ben je in de onderwereld en moet je voor in de eeuwigheid een steen de berg oprollen. En dan rolt hij weer terug en dan nog een keer. En ja, een soort van zinloos werk doen. Dat is natuurlijk ook een symbolische straf. Nou goed, tot zover. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. En veel succes ermee. Dag, dag.